18 maart en het is nu 9:30 in de ochtend. En ik ben me aan het klaarmaken om naar België te gaan. We gaan een roadtrip maken met mijn fam. Dit is mijn make-up shit. Ik heb hier alles ingedaan qua make-up. En mijn koffer is al ingepakt hier. Hier zijn een paar kwasten van mij. Ik ga jullie laten zien wat ik aan heb. Ik heb een kooltrui van Primark aan. Of Primark, of hoe je dat ook wilt noemen. En deze broek is van Zara. En dit is mijn outfit. Oké, we zitten nu in de auto. We wachten tot mijn familie ook hun spullen pakt. Om in de auto te gaan zitten. Won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. When you're gone, the music goes. Okay, we hebben een stop gemaakt. Ik weet niet waar. Iets van 93 kilometer nog van Maastricht. We zijn even aan het trekken. Want mijn bak was leeg. Als je raad was, ik heb het was verschep om een josh. Ik had een broodje hete kip genomen met extra sambal. Was het sambal of chili saus? Chili saus volgens mij. In ieder geval, ik vond het lekker, want ik had niet ontbeten. En nu gaan we verder rijden. آره تو رو پیدا میکنم این شهر رو شیدا میکنم آره غوغا میکنم تو فقط باش این عشق نه حبس تا وقتی که باشه نفس دیگه از این چیزی نترس تو فقط باش آره تو رو پیدا میکنم این شهر رو شیدا میکنم آره غوغا میکنم تو فقط باش عشق نه حوض تا وقتی که باشه نفس دیگه از این چیزی نترس تو فقط باش. Oké, we zijn net aangekomen in Spa. En eigenlijk is onze eerste bestemming een waterval. En die ga ik je zo laten zien. Maar ik ga heel veel mijn moeder helpen met spullen uit de auto pakken. Het regent ook nog. Niet goed dag uitgekozen. Oh my god, wij waren hier een half jaar geleden ook, maar toen was de water niet zo erg. Oh my god! تو دلم نیست که بگه مال منه آخه اون ماه منه میترسم از روزی آره میترسم از روزی که اون دل بکنه اون سر و تا اون سر رو میبندم اگه بخواد. Als ik hier inval, hè? Ik weet niet wat er met mij gebeurt. Maar jullie zien me nog nooit meer terug, denk ik. Burk is erbij, fotoshoot time. Aangekomen in Center Parks in Ardennen en ik ga nu kijken welke kamer voor mij wordt, want ik moet natuurlijk de grootste kamer hebben. اگه بخواد بره اگه بگه مسافره و میخواد بشه خاطره ببینم سمتش بیاد کسی بخواد دورش کنه تو هم بگو دوستم داری وای عزیزم موقعش شده آره تو رو پیدا میکنم این شهر رو شیدا میکنم
آره قوقا میکنم تو فقط باش این عشق نه هوس وقتی که باش نفس باش آره تو رو پیدا میکنم این شهر رو شیدا میکنم آره قوقا میکنم کارت فور سیف ام سن ام کوکا Het idee is dus om sandwich zeg maar te eten. Ik ga je zo laten zien hoe ik het ga eten. Maar ik ga nu eerst even zo gaan helpen. Het is nu 7:45 in de avond en ik ga heel even snel mijn koffer uitpakken. Ik heb zo'n trucje gezien. Oh, ik had een trucje gezien op YouTube of zo, of op Facebook, ik weet niet meer. Dat als je kleren zo op gaat rollen, dat het echt veel minder ruimte in beslag neemt. Dus dat heb ik gedaan en het klopte echt. Want ik zweer het je. Ik heb echt veel kleding, want normaal niet eigenlijk als ik zo ging opvouwen, zou het nooit passen. En dat deed ik als eerste. Kijken of de zwembad nog open is, want hij moet nog 1,5 uur open zijn. Met Sammy. Kam kam raftan Hame az qalbam be hichki jos to Nemigam eshqam arezumi Bas ke jazabi enqad khubi Ke ru asabi Okay, so basically this is my favorite place. Ik heb nu net ook heel veel spelletjes gespeeld, maar dat heb ik niet gefilmd, toen ik alleen was. So, yeah. میگه یه وقت حرف دل تو برود نمیاری عاشق اون لحظه ایم که تو بگی دوستم داری من در اون Ik ben zo aan het lopen en dan zie je haar hier gewoon chillen op de massagestoel. Nafas! Hi, good morning everybody. Het is nu 10:30 en we moesten eigenlijk om 10:00 al uitchecken. Uitchecken. En ja, we zijn nu klaar. Ik heb net de linnengoed van het bed afgehaald of zoiets. Want ik moest. Oké, dit is mijn outfit van vandaag. Deze heb ik van de sale gekocht bij H&M. En dit is een high-waist broek van Zara. Yeah. Ik durf eigenlijk nooit om dit aan te doen. Maar ik ga nu onze koffers, spullen allemaal in de auto doen. En dan film ik zo weer als ik in de auto zit. Oké, het is 11:30 en we gaan nu vertrekken richting Nederland. We waren eerst naar Brussel en Antwerpen gaan. Maar vandaag is het Iraanse nieuwjaar. Dus... Oké, we zijn net aangekomen in Maastricht. We willen dus gaan eten, maar we hebben toch besloten om binnen te gaan eten. Snap je niet misschien in Jamie of die? Mag ik gewoon doorrijden? Ja!
voor je te danen. Naar komt je danen. Klassieke. Oké, het is nu 7:30. Eigenlijk moesten we nu al in de restaurant zijn, maar ja. Het is nu 9:45. Wacht. Kwart voor acht. En we hebben nu echt heel veel haast, want ik heb me omgekleed. En dit is hoe ik eruit zie. Ik heb gewoon de broek voor vanmiddag aan. Ik heb schoenen van Primark. En deze is van Zara. En we moeten even stress om te laten zijn. Dus we moeten opschieten. Aangekomen. Het is nu 10:50. En het is volgens mij over 10 minuten of zo, of over een half uur. Tussen 10 minuten en een half uur is het Iraanse nieuwjaar. En dat betekent dus dat ik bij mijn familie ga zitten nu. Good morning, guys. Het is vandaag 21 maart. En ik ga nu naar de car wash met mijn neefje. Sambuku, hoi. Hoi. Hoi iedereen. Ik ga wassen, Micho. میم کار باش ماشین رو میشیم جارو برقی میخور میکشیم بستنی میخوریم بگو کاواش جارو برقی داره آره کاواش جارو برقی داره هی زیخت دوست دوت کاواش ستوف زیگر هیفت دوست ایک خانه نره کاواش ام یا بکم اخلی خیلی پلنی فور فنداخ We zijn met de fam bij King of the Lips aan het eten. Amor, mi amor, magari, por favor, het is nu zogenaamd op de weg naar Hilversum. We hebben McDonald's gekocht. En we zijn naar de kloten. So this is the half scene. Het is vandaag 8 uur. Ik heb vandaag geen tijd gehad om te vloggen, want ik deed niet echt iets bijzonders. Ik heb vandaag gewerkt. Ik ben net klaar, heb mijn zus opgehaald. En we gaan nu naar haar huis om ons klaar te maken. En dan gaan we naar Vissa. Oké, het is nu. Het is laat. Het is 10 uur.
En we zijn te laat gekomen op de party, want het zou eigenlijk om... Hoe laat zou het beginnen? Om 7 uur. Het zou om 7 uur beginnen, maar we zijn om 10 uur aangekomen. Zo ja. Ik ga je zo laten zien wat ik aan heb. Het is echt heel mooi. Oké, ik heb een jurk aan van de Bakker, Kit Baker. Dit zijn de schoenen van Newmark. Alles is nieuw. Ik heb nog maar 10%. Ik probeer een beetje te filmen, wat ik heb. En ik match met mij mijn comforttas. Een beetje te filmen en als het niet lukt, dan zo sorry. En als het niet lukt, dan sluit ik hier bij mij. Dankjewel voor het kijken voor mijn eerste vlog. Laat me weten wat jullie ervan vonden. En subscribe op mijn kanaal. Eindelijk kan ik dit zeggen, niet meer op Snapchat. Maar subscribe op mijn kanaal. En bottom up. You know.